Dagelijks werken ongeveer 27 mensen achter de schermen bij STVV. Ze zorgen ervoor dat spelers en de sportieve staf zich optimaal kunnen concentreren op het voetbal. Zij werken iedere dag vol passie voor de club. Ik ben Sven Mente. Ik werk voor STVV sinds 2014. Ik werk voor ticketing, het gedeelte ticketing en wedstrijdorganisatie samen met twee andere collega's. Ik ben Jarno Stippelmans. Ik werk sinds vorig jaar voor de dienst ticketing en wedstrijdorganisatie, waarvoor ik ervoor ook 7 jaar als vrijwilliger heb gewerkt. Mijn naam is Greet Verluijten en ik werk nu 1,5 jaar voor STVV als chief ticketing en wedstrijdorganisatie. Ik ben een van de weinige vrouwen binnen het STVV-team, maar dat weerhoudt mij niet om mijn mannetje te staan. Ja, de revue, ja. Daar heb ik compartimenteringen. Daar heb ik 2 deuren opengezet, dat ze dus binnenkomen, rechts aanhouden en dan meteen ermee eens gaan. Mijn job houdt in, dus ja, we beginnen altijd met het begin. Als er geen tickets zijn, is er dan ook geen wedstrijd, sowieso voor de supporters. Dus we bereiden dan alles voor, ticketinggewijs. Dat gaat van een ticket voor een controleur, scheidsrechter, tot effectief een fan die een ticket nog wil kopen aan de ticketboxen, de online ticketverkoop. Problemen eventueel met een abonnement en dergelijke. Dus dat is het ticketingverhaal eigenlijk. Daar zitten ook dan de parkeerkaarten en dergelijke in. En dan wedstrijdorganisatie, ja, dat gaat van de diners opvolgen in de skyboxen tot bij wijze van spreken ervoor zorgen dat de cornervlaggen op het terrein staan. Nu goed, wij mogen van geluk spreken, we hebben heel veel vrijwilligers die ons daarmee helpen. Dus eigenlijk is het een beetje meer ja, het managen van dat al dat soort dingen gebeurt, dat die opgevolgd worden en dat wij, ja, dat wij gewoon de controle uitoefenen. Wij zijn als eerste aanwezig op staaien en we verlaten eigenlijk het stadion ook als laatste samen met Penny en Valère. We zorgen eigenlijk dat onze medewerkers zich op een vlotte manier kunnen aanmelden en registreren en dan ook zo kunnen doorschuiven naar hun post. Voor de rest is een wedstrijddag eigenlijk heel gevarieerd voor ons. Het zijn heel veel kleine zaken die samenkomen en dat maakt het grotere geheel. Op wedstrijddagen komen ook vaak onverwachte omstandigheden naar boven en ja, dat vraagt eigenlijk wel wat creativiteit om dat snel op een goede en vlotte manier op te lossen. We zorgen eigenlijk dat alles om de wedstrijd te kunnen laten doorgaan in orde is, zodat onze spelers zich enkel moeten focussen en de sportieve staf zich enkel moet focussen op de wedstrijd zelf en dat de rest eigenlijk door ons geregeld wordt. Dan is het duidelijk dat het niet gaat. Voor de coronacrisis begonnen wij 2 weken op voorhand al om onze wedstrijd voor te bereiden. Ticketverkoop was dan natuurlijk ja, de grootste hoofdzaak in. Dat is nu helaas weggevallen, maar dat komt wel bij dan dat wij meer tijd hebben om ons te focussen op puur het organisatorische. Er is een enorm verschil. Voor corona was het eigenlijk sowieso ook plezanter voor ons allemaal. Waarom? Gewoon creatief nadenken over extra evenementen, wat we gingen doen, welke acties we kunnen doen. En zijn we ook meer gefocust en gefixeerd op de toeschouwers. Tegen nu, ja, nu is het corona. We spelen nu al een lange tijd zonder publiek, dus we zijn echt wel gefocust op ja, ontsmetting, zorgen dat de zones afgebakend zijn, deuren ook effectief dicht blijven en dat soort zaken. En ja, dat is soms wel dat is het iets minder aan het verhaal. Het leukste aan mijn job is eigenlijk dat het enorm afwisselend is. Zoals ik al zei, ik ben begonnen met ticketing en wedstrijdorganisatie. Ik heb nu ook 2 goede collega's erbij, dus die nemen heel veel uit mijn handen eigenlijk. Waardoor we nog meer kunnen ook focussen op het stadium management, met alles wat erbij komt, de veiligheidsattesten, controles en dat soort zaken. Dus eigenlijk, we zijn echt wel aan het evalueren en echt een professionele club met toch wel een heel groot en een jong team. Ik doe mijn job heel graag. Maakt eigenlijk niet uit wat er op de planning staat. Ik doe alles even graag. Maar natuurlijk, wat ik het leukste vind, zijn de wedstrijddagen. Omdat je dan, je werkt daar een hele week naartoe, soms 2 weken naartoe. Zeker voor een grotere wedstrijd, bijvoorbeeld tegen Genk of Club Brugge of Anderlecht. En als dan eindelijk die wedstrijddag daar is, dan zie je dat al je werk samenkomt. En als dan alles mooi samenloopt en goed uitkomt,
dan geeft dat wel voldoening. En zeker als je dan de 3 punten thuis kan houden. Hetgeen waar ik het meest eigenlijk naar uitkijk, dat zijn de wedstrijddagen zelf. Dat is zo de moment waar je heel de week naartoe hebt gewerkt. En ja, je hebt daar zoveel voorbereidingen in gestoken. Ja, het is ook de moment dat je heel veel vertrouwde gezichten terug ziet op staan. En dat is altijd zo'n heel blij weerzien. En ja, ik vind het echt geweldig.